Mijn vrouw is alleen op huwelijksreis sinds 13 april. De prijs van de reis voor twee maakt meteen een reuze verschil. Ik ben nou maar blij dat ze voor haar vertrek nog tegen me zei, aan werk geen gebrek. De heg moet geknipt, de tuin omgespit, het schuurtje gewit. Twee weken terug ontving ik een brief, wat schrijft ze toch mooi. Ik ben al een maand aan de Côte d'Azur, dus niet meer in het gooi. Ik ontmoette, hoe vind je het, ik zag het meteen, van vroeger een vriendje, dat was ook alleen. Hij was met de wagen en bood me toen aan, naar Nice mee te gaan. Ze schreef ook, we hebben hier op het strand veel pret met elkaar. Het hotel is echt chic en ik ben al erg bruin, nou het beste dan maar. Wat een aardig gebaar van die vroegere vriend. Het gebeurt niet zo vaak dat je zo iemand vindt. Wat zal ze veel leren, want reizen vind ik verruimd zo de blik. En als ze straks thuis komt, ziet ze meteen ons nieuwe behang. Wat zal ze verrast zijn als ze de loper ontdekt in de gang. Mijn buurman die zegt, dat vrouwtje van jou blijft mij te lang weg, vergeet er maar gauw. Mijn vrouw is alleen op huwelijksreis sinds 13 april. Waarom, zegt zo'n man eigenlijk, vergeet je vrouw maar gauw. Hoe kan ik dat nou?